Ja, op deze schitterende zonnige dag leek het me prima om u een keer iets anders te laten zien dan een woning. Het gaat hier om kantoorruimte en wel op de eerste verdieping van dit pand achter mij. En dit is gelegen aan de Velmolenweg, invalsweg van Uden. En hier Hoogsokkel, de toegangsweg tot de wijk Sokkel. De buitenkant van het pand wordt nog aangepakt. U ziet dat de gevelbetimmering aan vervanging toe is. Het pand wordt ook nog in lichte kleur geschilderd. En dat geldt ook hier voor de stemmig paarse toegangsdeuren, nu nog. En hier is nog de fietsenstalling, de parkeergelegenheid hier langs de weg. En als we hier binnenkomen in de hal, dan zien we hier toilettengroep. Daarachter is het keukenblokje, wordt overigens ook vernieuwd. En hier hebben we meteen ook de trap naar de eerste verdieping. Laten we daar eens gaan kijken. Ja, via de trap hier achter me, u zag hem net naast de toegangsdeur, ben ik hierboven gekomen in de ontvangstruimte, noem het wachtruimte, met daglicht via het raam boven de toegangsdeur. Dan loop ik de eerste ruimte binnen, die is ruim 16 vierkante meter van oppervlak. Ik heb drie ramen in de kopse gevel met uitzicht over Hoogsokkel. Hier het schuine dakvlak aan de achterzijde. En hier is nog een sanitaire ruimte ingebouwd, een douche en een wastafel. Dus deze is behalve kantoor eventueel ook te gebruiken als salon. Dan komen we hier vanuit deze ruimte weer in een grotere ruimte van ruim 30 vierkante meter. En die heeft twee dakvensters, eentje aan de achterzijde en eentje aan de voorzijde, waar Hoogsokkel ligt ter oriëntatie. En u ziet hier achter mij een enorme installatie, dat is de zogenaamde warmte terugwinnen installatie. Die de lucht filtert en laat circuleren en zorgt voor een gezond binnenklimaat in dit kantoorgebouw. Hier is nog een toegangsdeur, want hier is ook nog een trapportaal. Dan komen we in een trapportaal. Kijk. En via dit trapportaal kunnen we ook naar de voormalige directieruimte. En kijk, hij is zelfs zijn bureau vergeten, heeft hij laten staan. Kan natuurlijk ook werken, u mag het gebruiken eventueel. Met ramen in de kopse gevel, met uitzicht over de Velmolenweg en de nieuwbouwwijk Land van Dico. Ook de spreektafel staat al voor u klaar. Maak nog een airco. Een hele ruimte zoals u ziet. De hele eerste verdieping is te huur. Dan hebben we het over ruim 96 vierkante meter. Maar dat kan natuurlijk ook in drie gedeeltes of in twee of één. Naar gelang uw wensen zijn. U vindt meer informatie op onze eigen website van deloonmakelaardij.nl. Maar je kunt mij mailen, bellen of appen. En dan kan ik uw vragen misschien alvast beantwoorden. En dan nodig ik u van harte uit om het hier met eigen ogen een keer komen te bekijken en eventuele andere afspraken te maken. U bent in ieder geval van harte welkom. Tot ziens!